We zijn vandaag onderweg naar Ahoy. Ter promotie van mijn nieuwste album Op Volle Kracht. We hebben daar voor de pers en voor 30 fans volgens mij, samen met Radio NL. Dus toch wel een spannende dag. En om helemaal toch wel, omdat dit nieuwe album hard gewerkt om het album klaar te krijgen en te slaan. De single Wel een meisje van het platteland of een boerenmeid heeft goed gedaan. En nu vandaag toch wel iets leuks als je samen met 30 fans en veel pers en media, hoop ik, in Ahoy mijn album te promoten. Maar daarnaast ook een klein beetje veel, denk ik. 8 september ga ik mijn droom verwezenlijken, ga ik Ahoy doen. Dus ik laat een klein beetje zien de fans wie er zijn. Het zijn 30 fans, zijn geselecteerd. Even een rondleiding door Ahoy. Dus spannend. Ja, dat is hem. Guns N' Roses. Geweldig. Goedemorgen. Ik heb Jannes bij mij voor zijn cd-presentatie. Dus we wouden graag naar binnen. Welkom. Dank u. Dit is spannend, hè? Elke keer ik hier toch wel helemaal de laatste keer dat ik hier was. En nu weer. Het is toch wel een beetje kippenvel en een beetje kriebels in de buik, zeg maar. Akoestiek in Ahoy die schijnt heel goed te zijn. Uit de verhalen van de mensen die vaak feesten en daarbij ook artiesten die hier staan. Het geluid kan hier, komt hier mooi tot z'n recht. En natuurlijk, als je dan in de midden staat, je hebt een podium in de midden, dus in en round, zeg maar. Dat alle mensen je kunnen zien. En het feestje dan mee gaan vieren. En het geluid ook in de midden staat, denk ik. Nou ja, dan kun je wel genieten, denk ik. Er zijn gewoon 14.000 mensen binnen, hè. Ik heb hier ook shows bekeken. Van Frans Bauer natuurlijk, maar ook van Litouws. De laatste show van Litouws heb ik gezien hier. Was er allemaal zittend publiek, maar ook in de zaal allemaal zittend publiek. Was voor mij ook in de round. Ja, was ook in de round. Een spectaculaire show met vuurwerk en met een goede lichtshow en echt van alles. Ik denk bij mijn stijl van muziek, het feest. Daarnaast ook misschien liedjes met gevoel. Je kunt hier echt alles. Maar gelukkig, mijn lieve vrouw en mijn kinderen die zeggen, Jannes, als je dat gaat wat doen, dan moet je dat gewoon doen. Als je erin gelooft, dan moet je dat gaan doen. En zo hebben we toch al jaren gesprekken gehad van oké, stap voor stap. Elk jaar een stapje erbij en je droom verwezenlijken. En dat is, mijn droom is Ahoy. Dus ze weet, mijn vrouw en mijn kinderen weten dat ik dit heel graag wil doen. Woonwagencentrum in Emmen. Hier heb ik mijn jeugd doorgebracht, hier heb ik gevoetbald, gespeeld. Hier ligt een groot deel van mijn leven ligt hier. En ook mijn zangcarrière. Mijn opa was samen toen die tijd met zijn neef en wie de Club WK oprichtte. Het sportpark deed ik ook Grote Geert. Rijdt goed. Ja, natuurlijk zit er verschil in als je in de kleine kantine zingt of je zingt 8 september in Ahoy. Maar het is
de weg naartoe is natuurlijk ook fantastisch mooi. Ik bedoel, ik zal nooit vergeten dat ik hier ben begonnen. En ja, wat ik gekregen heb hier, enthousiasme van mijn eigen mens, dat resulteerde dat ik er ontzettend veel plezier in kreeg. En dat ik mijn eigen muziek op een gegeven moment ging maken. Ik geef me altijd als ik nou voor een kleine schaal mensen moet zingen, of ga zingen, of ik sta in Hooi. Ik geef altijd het beste van mezelf. Hallo, we komen voor sterren.nl. Jannes. Doe nou eens naar beneden. Joe. Hoi, hoi. Doe nou, ik ben gebeld nog, net. Ja. Ah, belde van, ja, we zitten hier te laat. Ja, we zullen puur sterren top 20 gaan ze nu opnemen. Woensdag hebben ze één deel gedaan, dit wordt het tweede deel. Dus, laat maar zeggen, Robby. Kort voor 10. Oh. Nou, het gebak is binnen en Jannes ook. Ja. André Hazes en ik meen het, en daarvoor Sieneke met de ex-paradeplaats. Ze gaat omhoog van 15 naar 9 met hey, lekker ding. Jannes, gefeliciteerd jongen met je nieuwe cd. Dankjewel. En de live presentatie, hoe was het? Gisteren was het geweldig, moet ik zeggen. Ik ben nog steeds de onbetwiste koning van die piraten. Want op een gegeven moment krijg je die kroon op je hartjes gedaan. Ja. Ik ben heel blij en heel trots. Toch nog wel? Ja, absoluut. Ja, meer dan blij en trots, moet ik zeggen. Kan ook beklemmend zijn. Nee, ik bedoel, ja, als jij een beetje uitstapje wil maken. Als het mij beklemmend voelt daarin. Dan, ik vergeet nooit de mensen van de eerste uur. Nee. En dat waren de piratenstations. Ja. En met dat gevoel, daar draag ik die titel met heel veel liefde en plezier. Staat er goed? De nieuwe single van jullie koning, Janne! Ik ken jou nu al zo lang. Je bent paradeplaat, gefeliciteerd. Applaus voor Jannes, paradeplaat. Ik word er wel even zo gehuild toen ik die videoclip zag. Jij met een tractor. Mooi, hè? Door een van de duurste straten van Amsterdam. Hoe keken ze daar? Ja, natuurlijk. Echt waar. Wat voor apparaat? Je gaat een soort van tractor, hè? We hebben de tractor van gebruikt, ja. Een trekker. Shovel. Een trekker. En toen door de PCO staat. Vijf keer. Maar vond hij een hele lach of kreeg hij ook middelvingers? Nee, geen middelvingers. Nee, dan denk je, even, die zit op de trekker. Geen middelvingers. Nee, dat doen we. Keurige mensen. Als ik hele... Ja, maar je weet die kakkers, weet je wel, want die veel te duur. Nee, het ging echt heel goed. Ik moet zeggen, mensen stonden wel verbaasd. Kijk. Goedendag, twee auto's. Wij komen voor Daniel Dekker, Gouden Uren, Tros, Radio 2, elke werkdag tussen 9 en 12. Kijk, daar is een hobby. Daar is een hobby. En dan heb die man toch ook. Dus geen moppen meer, nee. Dus... Nee, gewoon uit de losse pols. Gewoon te plaatsen. Ah, zometeen gaan we op volle kracht natuurlijk met de enige echte Jannes. Hij is net binnengekomen en hij viert zijn jubileum in het Sportpaleis Ahoy in Rotterdam. Dat gaat hij begin september doen. Meer daarover hoor je binnen een paar minuten. Hij heeft een verse taart meegenomen. Dat is lekker. Sinds Robby erbij kwam de laatste twee jaar, moet ik zeggen, dus zie gewoon een stijgende lijn bij CNR. Dat is toch een jongen die op volle kracht heel veel gas geeft en hij snapt de muziek ook. Wat ik maak. En dat vind ik mooi, Robby. Dankjewel. Nou, Jannes, je bent er, hè? Ik ben er. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat leuk. Ja. Ja, en dat is een tijdje geleden alweer dat je hier was, hè?
Volgens mij dik anderhalf jaar of zo. Ja, ja, maar er heeft ook weer een tijdje tussen gezeten voordat je weer een nieuwe CD hebt afgeleverd. Goeie inkoppen. Het is gelijk inkoppen. We gaan best. Ja. Mooi, hè? Goed idee. Een beetje meer van Jannes. Ja, hiermee is het eigenlijk toch min of meer begonnen allemaal, hè? Ja, 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 toch wel, ja. Ik kan me nog herinneren dat ik het een jaartje of 8, 9 geleden heb gedraaid. Ja, klopt. Dat zit nog steeds in mijn hoofd, een liedje. Ja, vandaag heb ik toch optredens in de land waar ik sta. Dan, ik begin altijd met het liedje, gelijk erkenning. Dank eraf. Ja. Ja. Hey, vanavond is het ook feest in de Bonte Wever in Assen. Ja. Wat gaat er gebeuren vanavond? Vanavond met de Bonte Wever heb ik een cd-presentatie samen met een fanclubdag. Dus voor alle mensen, alle leden. Kunnen die er wel in dan, al die leden? Ja. Leuk dat je er bent. Ik zat anderhalf, 2 uur in de file, Jannik. Ik heb geslapen. Je bent toch ook wel in je polder moet zijn? Ja, maar oké. Hij heeft gereden, dus ik heb geslapen. Oh, hij weet dat niet. Het is leuk dat je er bent. Ze spelen van allerlei dingen nu. Met de platenmaatschappij zijn mensen van de Tros. Gerard Basis hier. Had ik gezien net even. Ja, dat zijn toch wel alle mensen wat ik door de jaren heb ontmoet. En lieve leedmedeel, zeg maar. Die zijn er. Dus dan krijg je toch een gezonde spanning. Ik had al een paar kleine cd'tjes uitgebracht met een paar kleine artiestjes. En zo was Jannes daar. En dat heeft voor ons deuren geopend. Jannes is. Dat brak in één keer door. Ik vertel net aan zijn moeder. De eerste zaterdag dat ik naar Apeldoorn nam, had ik die cd gebracht van Casablanca en Napoli. Dat was mijn eerste cd die ik met Jannes gemaakt heb. Die verkocht ik, had nog nooit iemand een hond van Jannes gehoord. Verkocht ik er op de eerste dag 140 stuks. En dat hij mij ook weer uitnodigde om vandaag hier de cd's te verkopen. Ja, dat waardeer ik gewoon geweldig en dat is gewoon iets dat. Zoveel mensen ziet en mensen die zo opgaan in de muziek wat ik maak. Van jong en oud. Ik zie kinderen, maar oudere mensen met een beperking. Maar zo lief en zo mooi en zo ik vind het mooiste wat er is. Wij zijn hier nu bij camping Anlo, in Anlo. Roberto is hier de eigenaar van de camping. En ik kom hier al vanaf het begin van mijn... dat ik de giletbal begon, zeg maar. We hebben elkaar ontmoeten en dat klikt gelijk en liggen op één lijn. Nou, we maken gilets en ik zet ze hier op de camping neer. Of op de plek, of hier vooraan. En klanditie komt en hij laat het zien. En als er interesse is, dan kom ik erbij. S'avonds of overdag neemt hij ze mee naar de giletbal. Ja. Gaan we een bepaalde maatvoering, hoe lang, hoe groot, wat de wensen zijn. Ik was jarig en hij was bij mij thuis. Ja. Samen met mijn vrienden en de familie. En dat was gisteravond rond een uurtje of. Jij ging weg om? Ja, een uurtje of half 11. Ja? Ja. Nou, ik was dan iets later. De laatste ging weg rond een uurtje of 12:30. Ja, en dan ruim je de boel even op. Dan kom je rond een uur of 2 lag ik op bed. Nou, dat valt het toch mee, of niet? Ja. Huh? Ja. Mag ik ook wel schoonmaken? Welke vogel? Dat was een scheidlijst. Ja. Dat
En ik kan beginnen. Ja. Positief allemaal? Ja. Best. Ja. Het loopt goed. Ja. Mooi. Nou, ben ik blij om door dat het goed gaat. Ja. Ja. Ja, als je het terras vol hebt. Natuurlijk aan het samen. Die wil even naar Ben kijken, die wil even naar Ben kijken. Wat ik toch wel zie. Ik ben geboren in een woonwagen. Dus ik weet als geen ander hoe het eruit moet zien. En wat de kwaliteit moet zijn voor mezelf. Daarnaast, ik zet mijn naam ook bij. Dus ik wil gewoon 100% zeker weten dat het goed is. En ik wil ook met goede mensen werken. En dat gebeurt op de zaken met mijn vader dan. Mijn oudste zoon en die jongens personeel. Twee jongens personeel. Ja, goed. Ja, een beetje druk. Met alles. Allee, joh. Ik heb zin in ontspanning. Ja, nou, ik ben alles in. Dat kan, hè. De boot ligt klaar. Mooi, joh. Ik sta nog, hè. Ja. Een beetje het Miami Vice gevoel. Maar je mist toch wel de ontspanning. Dus als het dan mooi weer is, dan... Overleg ik met Hans, oké, is er een bootje? En dan rij je naartoe, vaak met mijn kinderen. Neem een engeltje mee en dan genieten we gewoon van het mooie weer. En het is niet zo druk vandaag. Maar als het wat drukker is en je ziet al die mensen met die bootjes voorbij komen en genieten van hun gezin. En daarbij van een vakantiegevoel, een beetje. Nee, ik ben ook iemand die houdt van een beetje rust. Ja. Ik heb wel eens wakker gelegen van bepaalde situaties. En nu laatst heb ik toch wel meer mijn rust gevonden. Dat bedoel ik. Hallo. Kom maar, jongen. Kom maar. Kom maar gewoon. Over rust gesproken. Af en toe mis ik het... De drukte en af en toe moet je ontspanning hebben. Een beetje gaan vissen, een beetje gaan doen. In het verleden was het veel vaker. Maar toch merk je wel dat het mist. Ik mag... Je gaat het pas merken... Als je ermee bezig bent, dan denk je... Als het nou mooi weer is en je vader met een bootje en je vist een beetje... Dan denk ik, eigenlijk moet ik dit veel vaker gaan doen. 8 september! Ahoy! Maar als het thuis niet goed is, dan zit het tussen je oren en dan neem je het mee in optreden. Maar nee. Nou, in Duitsland, chef. Ja. Dus we zijn verkeerd gegaan, of niet? De hele nacht, alleen naar jou gedacht.